Papa. Het leven van Jesse krijgt een dramatische wending in 2015 door een auto-ongeluk. Zijn hersenen raken zwaar beschadigd. De sportieve tiener belandt in een rolstoel. Jesse was een hele sportieve jongen. Redelijk introvert. Grote vriendengroep. Sociale jongen. Heel sportief. Honkballen, voetballen, tennissen. Zat op het CIO's, laatste jaar. Toen gebeurde helaas dat verschrikkelijke verkeersongeluk. Ja. Het honkbalteam van vader Edwin speelt 12 uur achter elkaar wedstrijden op één dag. Allemaal om geld in te zamelen voor intensieve therapie voor Jesse in Amerika. Therapie die in Nederland niet bestaat. Weet je, dat is emotioneel natuurlijk. Dat een aantal jongens uit jouw team zo'n dag gaan organiseren met het doel om geld op te halen voor Jesse en voor ons. Om Jesse weer naar Amerika toe te kunnen laten gaan. Ja, dat is hartverwarmend. De mannen van Terrasvogels en hun tegenstanders slaan 10.000 euro bij elkaar. Petje af. Petje af. Yes, dit is een petje af. Ben je kapot? Nee, volgens mij. We kunnen wel een wedstrijd jongballen. We doen nog een potje. We doen gewoon nog een potje.